Sommige manisch-depressieve kennen geen lange periodes van euforie of depressie, maar maken dagelijks gemoedstemmingen mee. Het zijn de zogenaamde rapid cyclers. Zo heeft Joachim te kampen met snel wisselende gevoelens, waarbij de depressieve stemmingen overwegen. Joachim probeert zo goed mogelijk alleen te leven, maar moet toch regelmatig worden opgenomen. Daarbij komt dat hij heel gevoelig is voor de reacties van de omgeving. Het gebeurt trouwens vaak dat mensen moeilijk kunnen omgaan met de problemen die de stoornis met zich meebrengt. Bij Joachim zijn de euforische perioden erg kort. Bij hem overwegen de depressies. De doorsnee mens, die begrijpt alleen wat hij ziet. Verondersteld, jij breekt een been, jij ligt daar met dat been gebroken. Dan zeggen ze, ah, Ger met de Pol is zijn been gebroken. Maar mijn broer heeft het over jaren en jaren terug al gezegd. Jij mankeert iets wat een doodsnee mens niks aan ziet. Maar een psychiater en een psycholoog die zien dat wel. Dat ik iets mankeer. Maar kun je uitleggen aan een doorsnee mens die eigenlijk niet deskundig is ter zake, kun je die uitleggen dan wat eigenlijk je ziektebeeld is? Kun je dat in eenvoudige woorden zeggen, dat de mensen dat wel zouden weten? Ja, dan zeg ik gewoon, verondersteld, ik heb iemand waar je veel van houdt en die persoon die wordt ziek of die overlijdt, dat gevoel heb ik dan. Dat is hetzelfde gevoel. Of, als je depressief bent, heb je dat gevoel. Dan heb je dat gevoel, ja. Of je hebt veel rammel gekregen met een stok. Hebben ze je afgeslagen, die pijn in de benen en zo. Dat gevoel, dat kan ik wel. Maar die gevoelens heb je zonder aanleiding. Zonder dat je iemand verloren hebt, bent en zonder dat je geslagen wordt. Heb je datzelfde gevoel. Maar de oorzaak is het niet. Ja, zo is het. Dat is correct. Dat gevoel is er. Maar ik zeg het, dat naar gevoel dat ik soms heb, dat is nog erger dan iemand die dat geliefd hebt die dat overlijdt. Dat naar gevoel, dat is nog erger. Manisch-depressieve mensen voelen zich vaak aangetrokken tot het geloof. Ook Joachim is heel godsdienstig. Hij is ervan overtuigd dat hij zonder het geloof allang zelfmoord zou hebben gepleegd. Dank u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verband, het lichaam van Christus. Manisch-depressieve mensen zijn ook vaak heel gevoelig. Ze zijn erg vatbaar voor wat er rondom hen gebeurt. Het lichaam van Christus. Joachim moest stoppen met werken. Hij was bewaker in een gevangenis en hij voelde te veel mee met het menselijk leed waarvan hij iedere dag getuige was. Het maakte hem nog depressiever. Voor het werk dat ik gedaan heb, was ik eigenlijk wat te gevoelig. U werkte in een gevangenis? Ja. En dat kon niet aan? U kon dat het leed van de mensen niet aan? Nee. Dat was voor mij te zwaar eigenlijk. En hoe lang hebt u dat werk gedaan? 13 jaar. En de laatste jaren heb ik bij de landlopers gestaan. Hè. En daar voelde ik me zo ongelukkig. Ook voor Joachim was zijn ziekte de oorzaak van het einde van zijn huwelijk. Tijdens de periodes van depressie sloot Joachim zich volledig af van zijn echtgenote. Tijdens de korte momenten van euforie deed hij dan weer dingen die geen enkele vrouw zou aanvaarden. Het huwelijk liep op de klippen. Joachim is in de eerste plaats een man met depressies. Maar wanneer hij aan de korte positieve periodes denkt, dan verandert meteen zijn droeve gelaatsuitdrukking. Vertel hem toch iets hoe hij zich voelt in uw positieve momenten, wanneer u zich goed voelt in uw gelukkige momenten? Hoe dat ik me dan voel? Ja. Blij. Heel blij. Maar ook zonder aanleiding? Ben je dan blij zonder dat er directe aanleiding is ook? Ben je hetzelfde mechanisme als wanneer u depressief bent?
Nee, ik ben blij wel voor een aanleiding. Hè. Ik pak een sigaretje en dat smaakt goed, dan kan ik heel blij zijn. Of mijn pepje, dat smaakt heel lekker, dan ben ik heel blij. Of ik speel eens op de piano een stukje en dat valt mee, dan ben ik ook blij. Kun je soms zeer opgewekt zijn ook? Dat u lustig bent, dat u vrolijk bent? Ik bedoel, euforisch eigenlijk niet, maar wel heel blij eigenlijk, levenslustig, ja. Op die momenten bent u iemand die, toch zij het kort zonder, kan genieten ook van het leven? Ja, dat is hetgeen dat ik nog wou zeggen. Hè. Er heeft een dokter tegen mij gezegd, ik kan heel bedroefd zijn, zonder reden, maar ik kan ook echt blij zijn mee. Of zonder reden, door een, er zijn eigenlijk altijd de dagelijkse zorgen. Hè. Maar ik kan ook echt blij zijn, zo blij met iets gewoon simpel, met iets, niet met grote dingen, met gewoon kleine dingen.